Een van de dingen die natuurlijk ook bij een verslag horen, is een inhoudsopgave. Die staat meestal op de tweede bladzijde. Dus we hebben hier de voorpagina. Daar voegen we in een pagebreak. En we komen op de tweede pagina terecht. Bovenaan zetten we inhoudsopgave. Die is een beetje klein. Dus we maken hier een typogram. En die geven we kopje 1, heading 1. Daarna een enter. En dan kun je natuurlijk hier intypen alle kopjes die je in je verslag hebt. En dan zet je erachter op welke pagina ze staan. En als er dan ondertussen iets verandert, omdat je iets erbij typt en er verschuift iets, dan moet je heel de inhoudsopgave weer langs om die te veranderen. Maar gelukkig kan dat ook wat makkelijker. Dat gaat op de volgende manier. Met typogrammen. De table of contents, oftewel de inhoudsopgave. Typogrammen geselecteerd is in het document. Dat klopt, want die hebben we ook nog niet. Nou, we gaan er eentje maken. Geven een enter. En we zetten onderzoeksvraag. Onderzoeksvraag schrijf je iets anders volgens mij. Onderzoeksvraag. We selecteren hem. En we geven hem hier het juiste typogram. En dat is heading 1. Nu hebben we er eentje staan. Dan moet hij nog even geüpdate worden. Misschien als we hierin klikken. Kijk, daar is hij. En op bladzijde 2 staat de onderzoeksvraag. Ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Want die wil ik op de volgende pagina hebben. Pagina 2 wil ik alleen maar gebruiken voor de inhoudsopgave. Dus wat doe ik weer? Ik kies weer hier invoegen. En ik voeg in een pagebreak. En als ik dan kijk naar de onderzoeksvraag, dan is die automatisch veranderd in pagina 3. Makkelijk het werken met zo'n inhoudsopgave.